Een WhatsAppje dat echt niet kan wachten. Een spetterende nieuwe profielfoto van je beste vriendin. Of gewoon een hele lange, saaie weg naar huis. We weten donders goed dat het niet verstandig is, maar halen ook tijdens deelname aan het verkeer toch geregeld onze smartphone tevoorschijn. De provincie voert campagne om jongeren te wijzen op de gevaren. En dat blijkt hard nodig. App je wel eens tijdens het fietsen? Af en toe, ja. Dat overkomt me toch nog wel. Af en toe? Nou, appen niet zozeer, maar ik gebruik wel eens Google Maps om de weg te vinden. Zoals bij veel slechte gewoontes zijn het voornamelijk de jongeren die zich er schuldig aan maken. Je wilt het aan de ene kant wel graag doen, dat is belangrijk. Aan de andere kant zie je dat er redenen zijn om het niet te doen. Nou, die combinatie van dingen die werkt ook nog niet optimaal bij jongeren. En het is dus niet zo, ze kunnen zich wat zelf wat minder goed beheersen wat dat betreft. De studenten die het gebruik van hun telefoon zoveel mogelijk beperken, hebben vaak hun lesje al geleerd. Het gaat hen ook om de veiligheid, maar vooral om die van een kostbare smartphone. Omdat ik ooit op het fiets een keer mijn telefoon heb laten vallen en dat was einde verhaal. Dus ja, sindsdien let ik er wel wat beter op. Ik heb wel één keer mijn telefoon laten vallen tijdens het fietsen. Dus dat is ook niet zo fijn als je telefoon volgens kapot gaat. Toch levert het gebruik van telefoons tijdens deelname aan het verkeer wel degelijk gevaarlijke situaties op. Toen ik laatst van de trein afkwam, toen zag ik ook een meisje oversteken die dan ook met haar fiets bezig was met aan het appen. En toen werd zij vol aangereden door een scooter. Dus het is niet heel erg goed om te doen. Dus ik let nu wel meer op. Als je inderdaad op de fiets in een drukke stad op die smartphone blijft kijken, dat betekent dus dat je dat heel graag wil. Er zijn waarschijnlijk andere mensen op die smartphone waar je contact mee kunt maken. Dat is heel erg belangrijk. Aan de andere kant, als je dan als jongere gewoon wat minder die risico's ziet en ook wat minder grip. En je ziet misschien de risico's wel, maar ze helpen je niet om dat gedrag te stoppen. Ja, dan zie je al die jongeren op de fiets in een gevaarlijke situatie fietsen. Ja. Dat kan wel gevaarlijk zijn, dus daarom moet ik het eigenlijk niet doen. Ja, je bent er bewust van dat het eigenlijk beter zou zijn als je die telefoon in je tas zou laten. Ja, precies.